Oké, welkom terug. Zo, nu en dan probeer ik op dit kanaal zoiets, een reeks, een soort van reeks te maken. En ik heb nu weer een idee voor een reeks. De vorige keer bijvoorbeeld heb ik rond zo het beginnen met fotografie heb ik een reeks gemaakt. Zo wat de eerste stappen zijn om te beginnen met fotografie, om echt te leren bewust instellingen kiezen voor een foto. En deze keer heb ik eigenlijk een overzicht van kaarten gevonden. Ik ga zo meteen mijn telefoon erbij nemen voor een aantal voorbeelden ook, heel concreet. En het is eigenlijk vergelijkbaar, ik weet niet of dat, vroeger hadden zo de Pokémon-kaarten bijvoorbeeld, wat zo'n spel was waarbij dat je Pokémon-kaarten kon verzamelen en dan die Pokémons tegen elkaar kon uitspelen. Je had ook vergelijkbaar, zo de Magic Cards, die had je ook in mijn tijd als ik naar school ging, was dat toch iets populair. Je had ook zo van die kaarten, daar ken je zo van auto's bijvoorbeeld. Dan had je van verschillende auto's en dan stond bij die kaart stond dan bij van deze auto heeft zoveel pk, heeft zoveel cilinders enzovoort. En dan konden ook ruilen en spelen tegen elkaar. En dan gebruikte je die eigenschappen van die kaarten om ze tegen elkaar uit te spelen. Eigenlijk zo'n beetje dat principe, dat soort kaarten, maar dan heel specifiek voor fotografie. En in de plaats van dat je dan een spel hebt waarbij dat je dan de eigenschappen van die kaarten uitspeelt tegenover elkaar, kun je hier ook, ja, kunt de kaarten verzamelen, maar ze staan gewoon allemaal online opgelijst op een webpagina van, ik denk het is Fotomagazine, iets in die zin. Ik ga het er snel even bij nemen, dan kan ik ook een paar kaarten bespreken. En het leuke is dat eigenlijk elke kaart bevat een tip of een bepaald soort fotografie, met dan in de plaats van de eigenschappen van de auto's of de Pokémon's krijg je dan tips rond hoe dat je fotografietips eigenlijk voor in die specifieke situatie. Ik ga ze hier ondertussen snel bijnemen. Je kunt ze downloaden en printen. Het is een linkje dat ik gevonden. Ik ga de link ook plaatsen in de beschrijving hier. Ik heb ze gevonden in. Het was tijdens de lockdown ergens dat ik het tegenkwam. Ik heb het aan de kant gezet en ik heb het nu pas recent terug opgenomen. Maar het is wel leuk dat je zo verschillende kaarten hebt. Het idee is een beetje. Het zijn in totaal zijn het 72 kaarten met 72 tips dus voor. En het is blijkbaar van Camera World. Ik ga even. Second, ik ga even een paar voorbeelden aanhalen. Maar het idee voor de reeks is dus dat ik verschillende van die kaarten heel in detail ga gaan uitwerken per video eigenlijk. Dus dit is gewoon een intro video waarin dat ik het concept een beetje uitleg en dan volgt er. Binnenkort dus een video of verschillende video's waarbij dat ik een specifieke kaart behandel. Ze hebben blijkbaar die 72 is blijkbaar ook opgedeeld in 28 nieuwe tips en 44 originele tips. Dat weet ik niet goed waar dat onderscheid vandaan komt. Maar als bijvoorbeeld naar misschien dat die 28 meer voor beginners zijn, terwijl dat die 44 dan meer voor de geavanceerde gebruikers, denk ik, het is een gok, hè. Kijk, maar gewoon om even een voorbeeld erbij te nemen. Dit is nu een voorbeeld van een tip voor het fotograferen van fruit. En dan zie je, wacht, ik ga het even opleiden. Ik zal een kleine versie van die screenshot hier in de video plaatsen, dan kun je gemakkelijker volgen. Dus het fotograferen van fruitige kleuren. En dan hebben ze exposure mode, kun je best. Dus het handige is ook, er zijn eigenlijk vier eigenschappen per kaart. De instelling, dus de belichting manueel of aperture priority of shutter speed priority, dus waarbij dat je ofwel alles automatisch doet als manueel of met de diafragma voorkeuze of sluitertijd voorkeuze werkt, dan het diafragma dat je best kiest. In dit geval is het aperture priority qua instelling en best met een F8 diafragma. Een shutter speed is een sluitertijd dat je best kiest, dat is hier ja, automatisch omdat je met die aperture priority zit. En dan een ISO-instelling, een ISO van ISO 200. Ik denk dat ze die gewoon vrij laag houden in dit geval. En dan hebben ze, dus dat zijn die gekleurde kottekes, of de instellingen zijn. En dan hebben ze nog, om u, ja, ik ben ondertussen aan het vertalen ook vanuit het Engels, om uw foto, dus een aantal tips om uw foto zo goed mogelijk te maken, is een achtergrond nemen in een complementaire kleur. Dus dan hebben we het over kleuren leren, over complementaire kleuren. Hier hebben ze groene kiwis met een paarse achtergrond genomen. Een andere tip is de achtergrond zo dicht mogelijk bij een raam voor zacht licht en geen te harde schaduw. Ja, dus het resultaat van zacht licht is dat je geen te harde schaduw krijgt. Dus hier zie je dat er niet veel schaduw op de kiwis zit.
Nog een derde tip om uw foto zo goed mogelijk eruit te laten komen, is uw fruit in een interessant patroon te plaatsen. En kijk geregeld in uw zoeker hoe het op de foto terechtkomt. Dus bij deze zie je dan dat die kiwis in twee gesneden zijn en dan verdeeld in een patroon over de foto. En dan ronden ze nog af met een toptip. Dus naast die drie verschillende tips geven ze ook nog een toptip. En dat is hier: gebruik blobs of blue tack onder het fruit. Ja, ik weet niet, blue tack zal een specifiek product zijn, maar ik denk dat ze gewoon bedoelen dat je met lijm of dat je met bijenwas of iets dat kneedbaar is onder je fruit kunt werken, omdat die kiwis bol zijn, dat die anders wegrollen en niet mooi blijven liggen. Dat je op die manier je fruit kunt vasthouden op positie. Maar goed, dat is dus de reeks die eraan zit te komen. Ik denk dat ik per video, dat ik echt één kaartje in een video kan bekijken en uitwerken. Hè. Dus dan kan ik echt telkens één specifiek kaartje in detail gaan uitwerken. En laten jullie meenemen eigenlijk en laten zien welke stappen dat ik neem, welk materiaal, welke lens dat ik gebruik, welke instellingen. Wel of niet met statief. En dan natuurlijk het einde van de video zal dan telkens het eindresultaat zijn van die foto. Als het lukt natuurlijk, want er zullen misschien ook wel kaarten bij zijn waar het mij gewoon niet lukt om een resultaat te bekomen. Hè. Maar dat zien we dan wel. Dus als jullie nog van die leuke links hebben met allerlei fotografietips, laat het zeker weten. Bedankt voor het kijken en graag tot binnenkort.